hallo, ik ben dus Max. Ik ben net 18 geworden en ik woon hier in het schitterende wijk Duurstede. Ik speel viool en ik speel piano en ik verzamel pianola's en grammofoons. Pianola's, dat zijn piano's die door middel van papieren rollen met gaten erin zichzelf kunnen spelen. In ieder geval, de pianola is het mechaniek wat de piano voor je speelt. Een gewone piano is leuk, maar een pianola is veel leuker, want die doet het dus vanzelf. En dan kun je dus ook van piano leren spelen. Ik kan wel zonder, maar moeilijk en ik vind het geweldig en elke dag speelt er wel een instrument. Of ik trap ouderwets een rolletje, want er zijn natuurlijk ook pianola's die het niet helemaal vanzelf doen. Dan moet je ook nog voor fietsen en nou, dat is geweldig leuk. Het is net een spelletje op de Wii, het is echt fantastisch. Wat ik doe met die pianola's, ik restaureer ze, ik repareer ze als er iets defect is. En dan speel ik ze, ik zet een rol op en ik luister daar gewoon naar. Ik vind dat heerlijk. Een instrument ligt dus in duizenden stukjes uit elkaar over de kamer. En dan vervolgens wordt dat weer een totaal schitterend spelend instrument. Ik wil ze wel in huis blijven houden, de hobby blijft bestaan, maar ik ga er geen werk mee doen. In de trant van, er valt geen brood in te verdienen. Misschien blijf ik in het museum werken, of misschien zet ik mijn eigen museum op. De grootste fabriek in Amerika zei altijd, the pianola can play every piano and everybody can play the pianola.